Let them come. Hallo Transformers liefhebbers en welkom bij mijn nieuwe video. Er is een tweede trailer van Rise of the Beast uitgekomen en ik ga hierover alle opvallende en onopvallende details bespreken. Mensen die de film willen zien en niet te veel feiten vooraf willen weten, kunnen deze video beter niet kijken. Maar zie ik graag terug in een andere video. In de opening zien we alle Maximals in Beast Mode en ze zien er CGI technisch goed uit. We horen Optimus Primal zeggen dat iets donkers komt en vervolgens zien we een donkere skyline boven New York. Opvallende kijkers zien gebouwen die reeds niet meer in de skyline van New York bestaan. Dat klopt, de film speelt zich af in 1994. We zien Optimus Prime transformeren op een bussenparkeerplaats. Misschien zoekt hij de Terrakan Transit. Die staat bekend in een bus te transformeren. We zien een bijzonder object door mensenhanden geactiveerd worden. Het object heeft een beetje weg van de Matrix, maar misschien is het een overblijfsel van een gouden disk wat een belangrijke rol speelde in Beast Wars, of een cyberkey die een belangrijke rol speelde in het bestrijden van Unicron in Transformers Cybertron. Duidelijk te zien is dat het object door mensenhanden geactiveerd wordt. En het gezicht zou wel eens die van Elena kunnen zijn. Elena is een medewerkster in het museum die onderzoek doet naar oudheidsobjecten. En dat kan vervolgen op een eerder uitgekomen boek, Mission at the Museum, waarin verteld wordt dat in het museum een oudheidsobject ontdekt werd, verborgen in een stenen beeld. Vervolgens zien we lichtstraal in de lucht, wat vermoedelijk het gevaar aantrekt. En dan zien we Unicron dreigend afkomen op een planeet met de zon in de achtergrond. Wat verwijst naar de allereerste scène van Unicron in de originele Transformers 86 animated film. We zien de ontmoeting tussen Noah en Moras opnieuw. En een mooie detail van de jaren 90 liefhebbers, een heuse Porsche CR1 cassettedek, geüpdate met een Autobot logo. Vervolgens neemt Miraz Noah naar wat hoogst vermoedelijk de Autobots schuilplaats is. Maar als Miraz Noah's vertrouwen probeert te winnen, komt Optimus Prime binnen. Achter zien we ook Bumblebee en RC in voertuigmodus. Optimus Prime reageert boos omdat er een mens in een schuilplaats is binnengelaten. Dit is buiten het karakter van Optimus Prime. Vermoedelijk betreft het hier nog om een Optimus Prime die nog liefde voor mensen moet ontwikkelen en zich liever bezighoudt met het bestrijden van de Decepticons als het beschermen van de mensen. This is not our war. En hier zien we een interactie tussen Nightbird en Battletrap. De karakter die over de weg valt is hoogstwaarschijnlijk Scorch en we zien een halve transformatie van Nightbird. Vervolgens zien we de Terrakans, Battletrap, Scorch en Nightbird uit de Hudson komen. Dit is vast en zeker na hun landing in de eerste trailer. We zien Cheetor en Airazor en de helden arriveren in Peru. Op de achtergrond een glim van de Autobots Streptosfeer. Hier een groepshot. Vooral opmerkelijk is hoe Wheeljack zijn veiligheidsgordels pretel zijn geworden. Op een volgende shot lijkt het erop dat Unicron de aarde benadert. We zien ook een soort gebouw op een berg die later lijkt terug te komen. Vervolgens zien we Scorch praten en verschijnt het gezicht van Unicron. En intussen komt Bumblebee boven Machu Picchu in harde actie tegen een aantal Spaceballs. In the end. En we horen Peter Dinklage als de stem van Scorch. We zien Noah afscheid nemen van zijn familie, maar gelukkig troost krijgen van Helena. Dit gevecht met de dodelijke Bumblebee-steek speelt zich hoogwaarschijnlijk af in het museum waar Helena werkt. We zien het menselijke duo een geheime ingang ontdekken, maar de locatie was al in de vorige trailer te zien. En in deze scène zien we hetzelfde gebouw op de berg weer. Vermoedelijk dient het gebouw als een baken voor Unicron. Ook wordt vermoed dat het ruimteschip die we zien de aankomst is van de Beast op aarde. Eerder heb de Beast al verwezen al heel lang op aarde te zijn. Over het landschap zien we allemaal blauwe energie. Dit kan verwijzen naar het begin van de Beast Wars serie, waarin ze een Beast Ultimate kozen dat hen als een pak kon beschermen tegen de straling van de planeet. Onze helden komen eindelijk tezamen. En na een paar keer zag ik dat de studio toch een verwijzing heeft gemaakt naar de oorkleppen van Wheeljack. En Optimus, zeg het nog maar een keer. Let them come. Unicron valt aan. Deze vogel lijkt niet op Airazor. Elena lijkt zich in een Unicron-achtige omgeving te bevinden. Of de spelshow De Vloer is Lava. En nu zien we beelden van het eindgevecht. En zelfs Noah vecht mee in een gevechtspak. Al onze helden, zowel Maximals als Autobots, vechten tegen heel veel Scorponox. En vervolgens zien we een mooie actie van RC op de rug van Rhinox.
Maar ook samen met Wheeljack kan ze mooie badass acties maken. Take the wheel. Uiteindelijk zien we de sleutels van Miraz om Noah heen transformeren. Hierna verwees ik al in de vorige trailer tijdens een ontmoeting met Optimus Prime. Zelf dacht ik dat het een controlhalsband zou zijn, net zoals in Earthspark. Maar in de volgende scène zien we Noah samen met Bumblebee in een complete gevechtspak. Verwijs het naar de gevechtspak in de originele animated film die gebruikt werden door de Witwickies. En de wezens waar ze tegen vechten zouden wel eens de Weaponizer Vriezer kunnen zijn. De trailer is te zien op YouTube. Verder heb ik nog één ding over de film te vertellen. Er zijn namelijk heel veel verschillende verhalen. Of de film nou een preview is, of een soft reboot, of een hard reboot van de voorgaande B-films. En ondanks tegengaande berichten denk ik toch dat dit op zijn minst een soft reboot is. Hier heb ik diverse redenen voor. De Maximals zijn immers tijdreizigers en hun bedoeling is de tijd te veranderen. Dit zou kunnen betekenen dat de gebeurtenissen van de eerste 5 films die later in de tijd afspelen niet meer plaats kunnen vinden. Mijn tweede aanwijzing is de aanwezigheid van Unicron als een externe planeet. In The Last Knight was juist de aarde Unicron. Deze twee Unicrons kunnen niet in één dezelfde community bestaan. En mijn laatste reden is een beetje ver gezocht, maar dat is omdat er een gloednieuwe Megatron-figuur is verschenen. In de openingsscène van Bumblebee werd de Decepticon-leger geleid door Shockwave. Origineel hadden de makers Megatron in gedachten, maar dat werd op het laatste moment bijgewerkt omdat de Bumblebee-film toch als een prequel werd omgedoopt en Megatron volgens de voorgaande verhaallijn rond die tijd bevroren zou zijn in het Poolcirkelgebied. Het kan zijn dat ze de Megatron die ze voor de Bumblebee-film hadden willen gebruiken uit de kast hebben gehaald om alsnog te verkopen. Zelf hoop ik dat na deze film de Transformers een andere tijdlijn inslaan en dat ze als afsluiter nog een glimp vinden van Megatron die als nummer 1 vijand teruggekeerd is. En dat waren mijn bevindingen van de trailer. Is jou nog iets opgevallen? Laat het weten in de comments. En vond je de video leuk? Laat dan een duimpje achter, want daar help je me enorm mee. En zoals altijd, let them come. Ik bedoel, transform en roll out.